misschien 3 punten laten liggen, maar ja, Lierse wint niet, dus ze komen ook niet dichter op ons. Dus op een manier ook wel belangrijk. Dus ergens ook wel blij met 1 punt? Ja, absoluut. Elk puntje dat wij pakken is nu belangrijk. Dus, het is spijtig dat er geen 3 zijn, maar volgende week gaan we terug ons best doen voor de 3 te pakken. Het is jammer dat we de 3 punten niet pakken, maar ja, als je bekijkt, als je buiten huis in eerste klasse altijd een puntje kunt pakken, dan staat er goed voor, denk ik. Ja, verschillende matchen op rij geven jullie de voorsprong uit handen. Heb je daar een verklaring voor dat dat komt? Tja, niet echt een verklaring, maar bijvoorbeeld nu ook weer. Ik denk dat dat gewoon de 3-1 dat een fout is op Koen. En ja, als dat niet gebeurt dan, en je komt dat eerste kwartier na de rust door, dan denk ik dat het geklonken is. Ik kom naar de bal, ik roep. Op het moment dat ik in de lucht ben, voel ik een slag onder mijn oog. Ja, oké, okay, dan verlies je het evenwicht en dan is het heel moeilijk om nog bij die bal te komen. Ja, oké, okay, scheidsrechter fluit niet. Als je 2-0 voorstaat aan de rust, dan hoop je toch dat je de 3 punten meepakt. Dan op een gegeven moment wordt het 2-2 en dan moet het eigenlijk 3-2 worden voor hun. Dan maken wij toch een prachtige goal 2-3. Dan hebben we de kans op 2-4 met Schouten, met de kopbal. Ja, en dan komen we een paar keer goed weg. Dus als je een punt op verplaatsing pakt, onder welke omstandigheden ook, is dat altijd goed in eerste klasse. Alleen natuurlijk, als je de wedstrijd analyseert, ja, dan hadden wij het slimmer moeten aanpakken. En dan hadden wij het beter moeten uitspelen. En dan ben je natuurlijk wel teleurgesteld, want als je vandaag had gewonnen, ja, dan maak je natuurlijk een enorme stap vooruit. Maar nu blijven we een beetje daar hangen. Maar je kan het negatief analyseren. Dat cirkel, ja, 2 punten terugkeert op ons. Je kan het ook positief analyseren, om te zeggen, ja, het blijft gelijk met Lierse. Je haalt een punt terug op Moes Kroen, je loopt een punt uit op Waasland. En je blijft 1 punt voor op Mechelen. Dus ik denk dat het laatste dan maar de overhand heb. We moeten misschien proberen, als we onder druk staan, meer te voetballen en meer de bal in de ploeg te houden. En op die manier komen we dan minder onder druk en dat lukt ons de laatste weken niet goed. Dus jullie missen misschien nog wel wat extra verdedigend werk? Dat zegt jij, zo'n uitspraak ga ik niet doen. Dus we hebben de groep die er nu is en daar moeten we het mee doen. En iedereen geeft zich 100% en dat is het belangrijkste. En vandaag pakken we een punt. Het andere 3 kunnen zijn, maar dat ook niks kunnen zijn. Dus we moeten blij zijn, denk ik. Ja, jij maakt vandaag een goal, een goed gevoel voor jou? Ja, maar ik heb ook een kans laten liggen, denk ik, tweede helft. Dus ja, het is altijd mooi als je zelf kunt scoren. Maar ik had hier, het is cliché, maar ik had hier liever 3 punten gepakt. Oké, okay, aan dit punt moeten we ons optrekken. Zeker omdat de kloof nu blijft waar ze was met Lierse. Dus als we hier verliezen, wordt die kloof kleiner. Oké, okay, nu blijft hij zo. Dus moeten we kijken naar volgende week. Had je verwacht dat het zo'n heftige derby ging worden? Nee, op voorhand kunnen we het niet weten. En op basis van de eerste helft had ik het ook niet gedacht. Ik denk dat niemand hier gedacht had dat het nog zo zou uitdraaien. Maar oké, okay, ja. Ik denk wel dat er alles in zat in een derby. Ik wist dat er wel wat spanning ging hangen. Ook omdat we, ja, beide vrij hard van onder staan. Dus ja, het ging bitsig worden, maar kan geen kwaad. Ik kwam mee met de verwachtingen naar hier dat de 3 punten mee naar Westerlo gingen nemen. Ja, ik vind dat je elke wedstrijd moet aanvatten met gedacht van te winnen. En zeker in de positie dat wij stonden, ja, moesten we toch Lierse op een achterstand proberen te houden. Ja, het is jammer dat we die 3 niet gepakt hebben, maar ja, het verschil blijft wel hetzelfde. Het zijn 2 ploegen die knokken voor het behoud. Hè. Dus, het is een leuke wedstrijd. Op Lierse spelen is altijd leuk. Dus, we zijn iets te slap begonnen in de tweede helft, waardoor ze te snel terug die tegengoal kunnen maken. Dus, het is jammer, maar albei mogen niet al te ontevreden zijn. Hoe kijk je nu naar de winterstop? Nou, we hebben eerst nog 2 wedstrijden, waarbij volgende week een hele belangrijke. Als we die zouden kunnen winnen, ja, dan doen we een hele goede stap vooruit. Natuurlijk, als we die zouden verliezen, dan blijven we in de problemen. Anderlecht, dan wordt een moeilijke match, dat weten we altijd. En dan gaan we zien hoeveel punten we hebben. Dan gaan we zien wat er gaat gebeuren in de winterstop. Of we spelers gaan bijhalen of niet. Maar ik denk dat het belangrijk is dat die jongens dan ook een rust krijgen. En dat we misschien wat jongens fitter gaan krijgen. Ja, denk je dat ze misschien een beetje oververmoeid zijn? Nou, ik denk niet oververmoeid qua fysieke paraatheid. Maar natuurlijk wel de mentale weerbaarheid zie je toch wel. Ja, dat wij op momenten toch moeilijk hebben. En dat heeft gewoon te maken met de druk. En dat het op een gegeven moment ook een beetje tegen zit. Dat weegt enorm zwaar. Verleden jaar hadden we de druk om kampioen te spelen. Dat was ook heel zwaar. Nu hebben we de druk om niet te degraderen. Ja, dat is even zwaar, misschien wel zelfs zwaarder.
Volgende week KV Mechelen, ook weer een heftige derby waarschijnlijk. Ja, volgende week een belangrijke match. Ik denk dat we dan, zeker omdat we nu twee thuiswedstrijden op rij hebben verloren, ik denk dat we nu terug die winnaarsmentaliteit van vandaag in de dag moeten leggen. Dan kunnen we thuis altijd iets meer en daar moeten we van profiteren volgende week. Ja, absoluut. En we moeten terug tonen dat we thuis onverslaanbaar zijn, vind ik. We moeten er terugkeerd voor knokken en we moeten vandaag uit deze wedstrijd het positieve halen, denk ik, en vertrouwen putten naar volgende week. En, volgende week is een heel belangrijke wedstrijd voor ons.